Welkom weer bij een nieuwe vlog. Ja, ik ben de tel al bijna kwijt, zo lang vlog ik al, maar volgens mij is het nummer 28 inmiddels alweer. En ik zit hier naast mevrouw Snoeren. Dat zeg ik goed, hè? Ja, dat zeg ik keurig. Dat is Lia. Ja, Lia. En, gewoon Lia. En een aantal weken geleden misschien heeft een van jullie dat al gezien. Op internet worden er lijsttrekkers voorgesteld vanuit de Facebookpagina van de provincie Zeeland. En er wordt ook online op gereageerd. En Lia die had onder een van die berichten gereageerd. Ik had uw reactie gelezen. En als ik die las, dan denk ik, goh, volgens mij zit er best wel een beetje onvrede bij u. Over hoe het met Nederland gaat. Zeker weten. Ja, en kunt u nou eens uitleggen waar dat een beetje vandaan komt dan? Nou ja, dat komt dat ik gewoon zit te kijken. Alles wordt uitgegeven. Al het geld gaat naar, weet ik waar naartoe. Maar niet naar de Nederlanders of de mensen die het nodig hebben. Ja. Ik zeg, mijn man, die heeft jaren, we hebben jaren betaald voor de fut. Ja. Nou, toen hij er aan toe was, geen fut meer. Wat zou dan of het CDA of de politiek in uw ogen nou eens dan kunnen doen voor u? Waar zouden we dan eens mee moeten beginnen? Nou, stop met liegen. Ja. Vind ik eigenlijk het punt nummer 1. Gewoon niet liegen. Vertel nou eens een keer gewoon zo het zit. Ja. Dan weten de mensen ook waar ze op kunnen stemmen. Maar nu stem je ergens op, maar ze liegen toch? Nou, ja. Volgende week is het net weer anders. Ja. Ja. Hebt u daar het gevoel bij dat de provincie ook iets voor u doet? Nee. En hoe komt dat? Dat weet ik niet. Ik heb daar nog nooit een gevoel bij. Ja, de provincie betekent helemaal niks voor mij. Ik hoor niks van de provincie, ik zie niks van de provincie. Alleen rekeningen. Ja, oeh, meer. Dan hebben we nog wel een wereldje. Dat is verschrikkelijk, maar. Oeh, dan hebben we nog wel een wereldje te winnen. Maar kunt u een beetje aangeven waarom u dan op de partij gaat stemmen over 2 weken? Wat u dan van plan bent? Ik ga op Baudet stemmen. Ja. Mag iedereen weten. Ja. Omdat ik gewoon tegen het zootje zit wat er nu zit. Ja. En denkt u dat Baudet dat voor u kan doen, zeg maar? Dat hij dat kan betekenen wat u denkt? Dat weet ik niet. Nee. Dat mag hij bewijzen. Ja. Oh, dat is wel interessant eigenlijk. Dus daar hebt u... Ook... Ja, daar heb ik ook mijn twijfels over, natuurlijk. Ja. Maar vindt u dat dan niet een beetje zonde dat u dan ook op de provincie stemt? Maar dat u ook met name wel stemt vanwege die landelijke verkiezing? Ja, misschien wel. Ik weet het niet. Daar heb ik eigenlijk nog nooit over nagedacht. Nee. Omdat de provincie mij gewoon niks zegt. Nee. Ik weet ook niet wie de commissaris van de Koning... Ik weet er niks meer van. Oh, wilt u het weten? Zal ik het vertellen? Ja, vertel het eens. Nou, dat is Han Polman. Oh ja, dat is waar. Ja. Ja, nou, dat zeg, weet ik het. Maar... Ja. Dat... U denkt dat die huidige partijen daarin zelf ook kunnen veranderen, zeg maar? Doen ze niet. Nee? Die zitten veel te stevig met de Content Plus. Wat jammer. Nee, spijt me voor je. Nee, dus daar hebt u geen... Heel erg. Dus daar hebt u geen vertrouwen in? Nee. Nee. Sorry. Nee. Ik zou te graag zeggen dat ik hartstikke veel vertrouwen heb. Dan zit je echt bij de verkeerde om te happen. Ja. Wat is dan de specifieke reden dat u dan toch bijvoorbeeld op zo'n Facebookbericht van Johannes van het CDA dan reageert? Ik las iets en ik denk, weer zo een. Ja. Precies dat. Ja. En dan... En dan... Ja. Ja. Het is er al uit, hè? Ja, dan is het dan eruit, ja. Ik meen nog steeds wat ik daar geschreven heb. Ja, ja. Want ik wil afsluiten dat ik dan in ieder geval voor u hoop dat uw stem op Baudet brengt wat u zou... Ja, wat u hoopt. Ik hoop het. Nou ja, dan hoop ik ook dat in ieder geval de mensen die deze vlog bekeken hebben het een leuke video dus, vonden. Echt, ja, mocht je het leuk vinden, dan mag je natuurlijk altijd een reactie achterlaten, hè, wat je ervan vond. Ja, want dat doet Lia zelf ook wel eens. Tuurlijk, ik zelf eens. Dus dat mag wel. En anders zou ik zeggen tot
tot de volgende vlog. En dan ja, wil ik je heel erg bedanken dat je mee wilde doen. Ik vond het echt heel leuk. Mooi. Ik zeg, als ze allemaal de CDA's waren zoals jij, dan stemde ik op je meid. Ja, nou leuk om te horen. En we gaan elkaar misschien nog wel eens zien. Oké. Okay. Doei.